Kijk, kreeft. Nou, kreeft is, je hebt heel veel soorten kreeften. Je hebt kreeft uit, hier uit de Oost-Schelde. Je hebt de Canadese kreeft. Je hebt Breton kreeft, Europese kreeft. Nou, dit is een Canadese kreeft, kan je zien aan de spikkels, aan de kleur. Nou, een kreeft die heeft grote schaar, kleine schaar. Grote schaar gebruik je om te, echt om te kapot te maken. En deze schaar, kan je zien, die is smaller, die gebruik je om te snijden. Dan breken en snijden. Gewoon om te werken. Nou, heel veel mensen zien in de kreeft de staart. En hier heb je de kop. En ze zien helemaal niks in de kop. Buiten dat je hier dit hebt. Dit is de koraai. Als het rauw is, is het nog helemaal groen. Zoals de achterkant hier. En als je gaat bakken, wordt het helemaal rood. Nou, heel veel mensen gooien dit weg. In mijn ogen, delicatessen. De lekkerste van de hele kreeft. Nou, de kreeft is wel heel erg leuk. De staart. Maar wat heel veel mensen vergeten. Je hebt sowieso in de kop. Als je hier met je vinger langs gaat. Heb je ook vlees. En het is lekkerder nog eigenlijk dan de staart. Dan heb je de pootjes. Kijk, dit zijn de bezempjes. Daar de filter voor alles. Want dan moet je eraf halen. En daarna heb je heel veel vlees. Breken, zuigen. Hop. Elke knik afhalen. En je doet het met je tanden. Ik ga binnen, ik zal hem laten zien. Als ik het met mijn vingers doe. En je breekt hem. En als je hem doet zo, komt vlees eruit. Dit is gewoon juist de smaak van de kreeft. Kijk, de staart is heerlijk. Maar ja, koop je een kreeft van 500 gram. Als je allemaal de staart heeft, dan heb je 60 gram vlees. Dan heb je weinig aan. Dan is het wel heel erg duur. Daarom moet je alles opeten. Ja, geef het. Dan snap je waarom. De staart is wel heel erg lekker. Dan heb je ook de poot. Elleboog, twee ellebogen, net zoals een mens. En de klauw. Ja, de klauw leegmaken. Een baleen. Breken. En hier heb je. Als je de baleen hebt uitgehaald in één keer, zoals hier, dan is deze helemaal schoon. Je kan hem splitsen. Een paar koortjes zout erop. Citroensap. Lekker door boter. Kijk, dit moet je hebben. Kijk hem genieten. Hier, elke elleboog, eigenlijk elke klein onderdeel van de kreeft, is allemaal lekkerder. De staart is eigenlijk een dikke spier. Het beestje zwemt op de staart. Dan iedere keer dat hij je gevaar ziet, gaat hij met de staart klappen. Dat is heel erg, echt een grote spier. Deze dingen, wat heel veel mensen vergeten, daar zit de smaak in. Het is allemaal gewoon werk om te werken. En dit krijgt ook heel veel rust. En zelf, ik hou meer van. Kleine elleboogjes, de pootjes, de schelp, hier, kijk. En niet veel, even met je vinger, en eruit zuigen. Zo eet je kreeft.